Dr. Heim Rijkscomité Damiana Xininova bestaat 60 jaar. Dr. Frans Heim Rijks is een van de meest bekende Ninoviters en ereburger van de stad. Steven Doppelare, Antoine Callebaut en Henry Avo, de drie medestichters van het Dr. Heim Rijkscomité, zijn zaterdag 23 november gehuldigd aan het standbeeld op het Dr. Heim Rijksplein. Het comité ontstond in 1966 na een groots huldigingsfeest voor Dr. Frans Heim Rijks, die in het toenmalige Belgisch Congo een zorgsysteem voor Melaatse ontwikkelde. Hallo Ninoviters, zou ik zeggen. Kaffegieters. Hallo beste vrienden van het Dr. Heim Rijkscomité. Beste vertegenwoordigers van de pers, van harte welkom. Toen wij enkele weken geleden de resultaten van ons werking Damianactie bekend maakten, werd er ons door Johan Koppes opmerkzaam gemaakt dat er nog een sloeber bezig was in Den der Windeke met een gele actie op te zetten. Die nog altijd lopende was in de loop van het jaar 2024. We hebben dan uiteindelijk de resultaten van Antoine binnengekregen en wij vielen van onze stoelen natuurlijk, want het was ongelooflijk exploot wat die man in de loop van het jaar bijeengeraapt heeft. Maar dan hebben we gezegd, Antoine, hoe kunnen we dat nu bekendmaken aan de mensen? Want we hadden al een boodschap een keer doorgestuurd over de opbrengst. En ze zegt, ja, ik zou toch graag hebben om een keer aan het monument bijeenkomen samen met Henri en met Steven, de pioniers van het Dr. Heim Rijkscomité. En ik wil er Antoine bij noemen, want hij was zelf ook een pionier. Hè. Hij was erbij, van bij de start. En we zijn dus heel blij dat we hiermee die drie oprichters van het Dr. Heim Rijkscomité bij elkaar kunnen zijn. En we zijn blij met de belangstelling van nog een aantal mensen hier bij ons. Maar ik zou toch graag hebben dat we openen met een bloemenhulde aan het monument. In naam van de stichters, dat zij dat samen neerleggen, maar dat wel doen in naam van, laat ons zeggen, wij allemaal. De Ninoviters die zo gul de Damiaanactie altijd hebben gesteund. De talrijke bestuurders en vrijwilligers die in bijna 60 jaar op pad zijn gegaan voor de Damiaanactie. Ik wil hierbij ook hulde brengen aan het stadsbestuur dat deze bijeenkomst toch nog eraan hield om erbij aanwezig te zijn. Waarvoor harte dank, burgemeester en schepen van cultuur, Henri en burgemeester Tanja. Wij zijn heel blij dat we dat hier toch nog samen met de founding fathers van Dr. Heim Rijkscomité kunnen het bloemetje neerleggen. Rita zal het bloemstuk aan u voorleggen en ik stel voor dat we nu ingetogen in naam van ons allemaal het bloemstuk neerleggen aan het monument. En dan geef ik nu graag het woord aan een van de drie helden van vandaag, Antoine Callebaut. Dank u wel. Waarde genodigden aan dit Dr. Frans Heim Rijksmonument te Ninove. Inzonderheid de twee stichters van het Dr. Heim Rijkscomité in 1964 of 65. En samen dat ze vorm gaven aan de grootste nationale en internationale hulde die Dr. Frans Heim Rijks terecht te beurt viel
in zijn geboortestad Ninove in de zaal Roxy. Ik was er al 23 jaar bij, eind januari 66. Nu ben ik wel iets ouder. We spreken over de heer Henri Avou, 93 jaar intussen, die we nooit genoeg kunnen danken, omwille van zijn waardevol archief over alles wat met de Damiaanactie te maken heeft. En zijn rechter evenknie, de heer Steven Dobbelaar, geef beiden maar een stevig applaus. Dit huldebetoon heeft op mij in Ninove zo'n diepe indruk gemaakt dat ik samen met mijn zeer geliefde onderwijzer van het vijfde en zesde studiejaar van de gemeenteschool te Denderwindeke, meester Frans Koppes Zaliger, een financiële omhaling deed in Denderwindeke in 1966. Sindsdien doe ik dit ononderbroken met de medewerkers die ik zelf aanzoek en sinds een goede 20 jaar eveneens met de leerlingen catechese en hun toegewijde catechisten de verkoop van stiften. Dit jaar besloot ik om na het voorbije Damiaan weekend eind januari 24 mijn schoenen aan te trekken, zelf op pad te gaan en belk en trek te doen bij vele tientallen inwoners van Denderwindeke, de stad Ninove en verschillende deelgemeenten op jacht naar fiscale giften van 40, 50, 75, zelfs 100 euro. Voor mezelf legde ik de lat eerst op 250.000 Belgische franken. Dat klinkt een beetje meer dan euro's, hè. Ik schoof op naar 300.000 frank. Waarom? Geen 400.000. Met 460.000 Belgische franken geteld, met Marianne de Turk, verrijkten we de kluis van KBC Ninove, een pak van mijn hart dat dat geld weg was. Het vorige bedrag, rondgehaald in Denderwindeke, werd ten huize van Johan Koppes door hem en mij geteld wat hij dan doorstortte. Ik moet wel zeggen dat ik het soms weken mentaal moeilijk had om opnieuw op fiscale vangst te gaan. Maar ik ging toch en kwam dan soms met 10.000 Belgische franken op één dag naar huis en ik was weer gelanceerd. Vandaag heb ik mijn 10 jaar jongere broer Jan Kalleboud meegebracht, mijn troonopvolger voor wanneer ik met Damiaan pensioen ga. Ik dank jullie allen voor uw luisterbereidheid, voor jullie inzet voor de Damiaanactie, als ook de pers en videostar, de heer Marcel de Koster, die ik persoonlijk heb uitgenodigd voor een beeldverslag. Ik wil wel zeggen dat ik deze financiële stunt niet jaarlijks kan herhalen. Doch ik verwacht dat meer mensen een fiscale gift zullen doen wanneer ze de maanden na nieuwjaar 2025 hun fiscale tegemoetkoming zullen ontvangen. Ik dank u allen zeer hard. Dank u wel, Antoine. Ik wil in elk geval ook bij deze gelegenheid de bevolking van Ninove bedanken voor de jaren ondersteuning. Wij weten dat de Ninoviter een warm hart heeft en dat hij ook een hart heeft voor de kwetsbare mens. Zelfs voor de mensen die buiten ons land wonen en getroffen worden door lepra en tuberculose. Ik denk dat we dat niet genoeg kunnen onderstrepen. De bevolking van Ninove, Henri kan dat getuigen met zijn archief, is Ninove per kop gerekend dikwijls de sterkste gemeente geweest qua bijdrage voor de Damiana. Ik denk dat we dat ook mogen danken
aan de pioniers van het Dr. Imrex-comité. En nog één woordje door mevrouw Vinciane Patigny. Vanuit de Damiaan-actie nationaal is dat toch niet onopgemerkt voorbij gegaan en ze wil nu graag een woordje tot u richten. Namens Damiaan-actie wil ik alle leden van het Dr. Imrex-comité in Ninove bedanken van hun inzet. Jullie zijn een van onze langste bestaande comité, al bijna 60 jaar. We blijven onze missie voortzetten om mensen te ondersteunen die getroffen zijn door lepra, tuberculose en andere verwaarloosde tropische ziekten. We zien de concrete resultaten van onze actie, maar we merken ook dat er nog heel veel werk te doen is. Ook vandaag nog krijgen elke jaar 200.000 mensen te horen dat ze lepra hebben en worden er 10 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose vastgesteld. Vrijwilligers in België blijven essentieel om ons te steunen, om fondsen te werven en om onze aanwezigheid in het straatbeeld te vertegenwoordigen. We zijn hier om in het bijzonder de heren Dobbelaar, Kelleboot en Avou te bedanken. Zonder jullie zou dit comité waarschijnlijk niet zijn ontstaan of geworden zijn wat er al bijna 60 jaar is. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om jullie uit naam van Damiaan-actie een medaille te overhandigen als dank voor jullie inzet. Na de huldiging was er nog een gezellige babbel met een hapje en een drankje in het geloofscafé Oase de Abdij, Ninove. Please accept the number or try your call again. This is the recording.